Nergens in Europa werken zoveel mensen flex als hier. En daar moet een eind aan komen, adviseert de commissie Borslap. Flexcontracten worden aan banden gelegd en vaste banen gaan minder zekerheid bieden. En de grote vraag die daar dan boven hangt is natuurlijk wat stelt een vaste baan dan straks nog voor? Eerst eens dus even wat cijfers. Vorig jaar was iets minder dan 35% van de werkenden een flexwerker of zzp'er. Dan hebben we het over ruim 3 miljoen mensen. Flexibel personeel zie je met name natuurlijk in de horeca. He, veel seizoensarbeid met 68,2 procent. Maar ook in de agrarische sector. Ook daar natuurlijk veel seizoensarbeiders, 73,6 procent. Um, en in de bouw komt het ook voor, wel iets minder dan de helft is daar flexmedewerker. Nou, wie zijn dat dan bijvoorbeeld? Nou, het zijn vooral jongere werknemers. Tussen de 15 en 25 jaar zitten in die flexibele schil. Bijna de helft van alle flexmedewerkers zijn jonger dan 25 jaar. En het zijn vooral, let op, laag- en middelbaar opgeleide mensen. kwart inderdaad. We zijn doorgeschoten, vindt de commissie hiermee. Maar wat moet er dan gaan veranderen? Nou, vaste werknemers moeten goedkoper worden bij ziekte. Nu nog moet een werkgever twee jaar loon doorbetalen. Dat moet teruggebracht worden naar één jaar. Belastingvoordeeltjes voor zelfstandigen moeten gaan verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan de zelfstandige aftrek die de laatste jaren inmiddels al flink is verminderd. En de bescherming voor mensen met een vast contract wordt ook ingeperkt. Zo moet het voor een werkgever makkelijker worden om het aantal uren in te perken en eigenlijk ook dan dus de betalingen. Dat wordt dan ook minder. Een soort van deeltijdontslag wordt op deze manier mogelijk gemaakt. Ja, kern van de plannen is dat een vaste baan dus steeds minder vast wordt. En die trend is eigenlijk helemaal niet nieuw. Want de tijd van de stereotype gouden horloges na een dienstverband van heel respectabel 40 jaar is wel voorbij. Verschillende kabinetten sneden al in de starre arbeidsregels. In 2015 bijvoorbeeld is de ontslagprocedure versimpeld. Tot die tijd liepen ontslagzaken vaak via de kantonrechter. Die beoordeelde de zaak en berekende dan een ontslagvergoeding op basis van de zogeheten kantonrechtersformule. Nou, werkgevers vonden dat erg complex en duur. In plaats daarvan kwam de zogeheten transitievergoeding. En dat maakte de ontslagvergoeding al een stuk goedkoper. En sinds 1 januari geldt natuurlijk de WAP. De werkte arbeidsmarkt in balans. Deze wet geeft de ontslagvergoedingen even verder verlaagd. Geldt zeker voor oudere werknemers die al lang in een dienstverband zitten. Ja, Afhankelijk van, van leeftijd en van duur van het arbeidscontract, kan dat al tienduizenden euro's gaan schelen. Sinds de WAP is de bureaucratie van werkgevers ook flink teruggebracht. Ja, een klein dossier met maar een paar punten kan er al voor zorgen dat iemand dus inderdaad he, een optelsom niet functioneert en dus ontslagen kan worden. Al met al, het is dus de bedoeling dat straks weer meer mensen in een vaste aanstelling hebben. Maar die vaste baan lijkt intussen wel heel erg flexibel te worden. Ja, word je hier nou blij van? Download dan even onze app en dan zie je nog veel meer van dit soort leuke filmpjes.